moment dat je iemand vertelt over je werk of over hetgeen wat je heel graag doet en je ogen beginnen te twinkelen, ik denk dat dat een teken is dat je heel erg op de goede weg bent. Het is handig als je discipline hebt, doorzettingsvermogen en dat je dat vuurtje brandend houdt. Dus ja, toch die passie voor je werk kunnen hebben. En als je merkt dat die je verlaat, is dat misschien ook een goed moment om even te reflecteren. Ben ik nog wel aan het doen wat ik wil doen? Soms moet je gewoon veranderen. Mijn topsportcarrière, daarin heb ik heel erg geleerd om door te zetten en om juist met tegenslagen om te gaan. En als ZZP'er heb je daar natuurlijk ook mee te maken. En juist die elementen en die kwaliteiten die ik daarin heb op kunnen doen, kan ik nu inzetten in mijn ZZP-werk. Maar wat voor mij heel goed werkt is doelen stellen, want dan blijf ik in beweging. En het is ook iets wat ik aan andere mensen vaak adviseer. Hè. Als je een doel stelt, dan weet je waar je naartoe gaat en dan wijk je daar niet meer van af. Kun je ook veel beter nee zeggen. En ik denk dat nee zeggen ook heel erg belangrijk is. In je ZZP-schap moet je spaarzaam met je tijd omgaan. Ja, voor mij heeft een tegenslag juist, of de tegenslag van het niet halen van mijn droom, de Olympische Spelen, heeft juist iets heel moois gebracht. En ik denk, voor andere ZZP'ers dat juist een tegenslag je hele mooie informatie kan geven, een hele nuttige informatie. En als je die nuttige informatie er van in kan zien en kan kijken wat er positief is aan die tegenslag, ja, dat je dat wellicht brengt tot hetgeen wat heel goed bij past. Je leert jezelf kennen in tijden van tegenslag. En alleen tegenslagen leren je ook om ermee om te kunnen gaan in de toekomst, maar ook misschien kanten van jezelf wat nader te bekijken. Wees creatief, kijk hoe jij bent je merk en draag uit wat jij bent. Ik spreek uit ervaring als ik zeg dat falen geeft je veerkracht. He, als dingen niet lukken, dan kunnen er twee dingen gebeuren. Je kan de handdoek in de ring gooien, maar je leert er juist van als je dat niet doet. Want op het moment dat je zegt ik ga toch door, dan heb je veerkracht ontwikkeld. Want dan als een situatie zich weer voordoet, dan weet jij hoe je ermee om moet gaan. Sterk ondernemen met een merk, en daar bedoel ik mee dat je moet zorgen dat je naam beschermd is, want je naam is je belangrijkste communicatievorm en het zou natuurlijk als eeuwig zonde zijn, want jij bent je merk, zeker als kleine ondernemer, dat je die naam kwijtraakt doordat je niet de juiste keuzes gemaakt hebt in bescherming. Ja, als ik zo terugkijk hoe het allemaal gelopen is, ben ik eigenlijk alleen maar heel erg trots. Hoe gek het ook klinkt, omdat ik het niet gehaald heb. Maar ik heb wel mijn droom kunnen leven. En om daarvoor te gaan om erachter te komen dat het wellicht niet bij me past, dat is eigenlijk alleen maar een cadeau. En het heeft me juist gebracht tot hetgeen wat ik nu doe.